We zitten vlak voor de opening van het nieuwe sportpark hier in Zuidwolde, het vernieuwde Woldingenslag. En bij me is de vicevoorzitter van ZZVV en de voorzitter van de voetbalvereniging Zuidwolde. Vlak voor de opening, hoe voel je je? Nou, dit is natuurlijk een fantastisch moment, hè, dat je met zoveel mensen zo'n opening mag doen. Ja, hartstikke blij, gelukkig. Het is fantastisch geworden, hè? Het is hartstikke mooi, ja. Inderdaad. Jij hebt ontzettend veel tijd gestoken in de voorbereiding om dit allemaal te realiseren, samen met de gemeente. Ja, dit moet een bijzonder moment zijn, Bert. Ja, dit is echt een geweldig moment. Ik weet nog wel, voor 6 jaar terug, toen werd ik jeugdvoorzitter bij JVZ. En toen heb ik eigenlijk in mijn openingswoord ook gezegd van, nou, één ding wil ik me hard voor maken en dat is voor kunstgras. Nou, dat is mij niet gelukt, maar de politiek hier in Zuidwolde, of in de gemeente De Wolde, nou, uiteindelijk wel, die hebben het op de kaart gezet. Wij hebben het omarmd en we zijn echt hartstikke trots op hetgeen wat we bereikt hebben. De vrijwilligers die hebben geweldig werk gedaan. We hebben een goede medewerking gehad van Antea, van de gemeente. En ja, met elkaar hebben we dit resultaat bereikt. Dus ja, echt iets om trots op te zijn. Maar ook binnen een zeer korte periode, want de competitie was amper afgelopen en men is begonnen met de werkzaamheden. En nu, met behulp van heel veel vrijwilligers, is het toch gerealiseerd. Ja, dat is inderdaad. Dat is geweldig. We hebben een paar keer een oproepje gedaan van mensen, help ons. En we hadden gewoon zoveel vrijwilligers. We hebben op een aantal zaterdagen hier gewerkt. We hebben alle straatwerk gedaan. We hebben de sloot uitgegraven. We hebben de lichtmasten verwijderd. Oh, sorry, de lichtmasten, ja. Deels dan de achterste twee. De ballenvangers. Er is enorm veel werk gebeurd. Ja, en op het laatste moment, ja, dan moet er nog een kabeltje gelegd worden. En dan moet het allerlaatste moment moet nog weer wat straatwerk gedaan worden. Maar als je hier op een zaterdag kwam en dan zag je de mensen van ZZVV en Zuidwolde samen en dat accadeerde prima en men drinkt wat met elkaar en het is gewoon super gegaan. Wat betekent dit voor het voetbal van Zuidwolde? Want ja, dit is niet het enige wat er gebeurt. Jullie zitten ook volop in fusieplannen. Wat betekent dit voor de voetbalverenigingen in Zuidwolde? Ja, kijk, wij gaan van het voetbal uit. Dus wij zijn bij Zuidwolde proberen we altijd van achteruit te voetballen. En op het moment dat het veld wat snelheid krijgt, dan denk ik dat we daar enorm veel voordeel van hebben. We hebben afgelopen jaar tegen 2 ploegen hebben we 12 punten laten liggen. Dat waren gewoon ploegen die de mouwen opstropen en die de beuken erin gooiden. En die op dit veld halen ze dat resultaat niet tegen ons. Daar ben ik van overtuigd. Dus ik denk dat wij... Je denkt dat het voetbal beter wordt nu? Zeker op termijn zullen we er voordeel van hebben. Misschien niet direct, maar ik verwacht dat na een paar maanden dat we er garen bij gaan spinnen. Heel veel succes gewenst en we hopen nog heel lang te kunnen genieten van dit kunstgras. Gaan we zeker. En allebei een prachtig seizoen hier op Woldingenslag. Dankjewel. Ja, Henk, ook bedankt. En ook eigenlijk wil ik jullie ook bedanken, want jullie zijn er ook mede debet aan geweest dat het op de agenda gezet is. Ik ben nog op een zaterdagmiddag gebeld om geïnterviewd te worden. Ik weet het nog heel goed en ik denk, wat moet ik zeggen? Maar het is allemaal goed gekomen. Super. Dankjewel, ook voor jullie compliment. Cool.